Hoe tevreden is de Godfather? Heel tevreden. Als je eigenlijk al heel het voorseizoen een beetje kritiek krijgt dat de ploeg niet draait zoals het hoeft. En ik heb altijd gezegd dat dit een andere ploeg is, die naar andere doelen toe werkt. En uiteindelijk hebben we vandaag 21 overwinningen en 20 tweede plaatsen en een monument. Dus ja, heel triest kan ik niet zijn. Hè? Maar je ziet vandaag ook heel duidelijk wat een leider met een hele ploeg doet. Hè? Ja, ik ben een oude man en ik herhaal altijd mijn eigen. En ik zeg altijd, in het Frans hebben ze zo'n mooi spreekwoord. L'équipe est l'auteur de leader. Dus als de leider sterk is, dan doet hij er nog iets extra's. En dat hebben we vandaag weer gezien. Hè? Was dit misschien nog wel een groter nummer dan vorig jaar, een Luik Bastenaken-Luik van Remco? Ja, het was bijna, ja, eigenlijk wel, omdat iedereen wist wat er ging gebeuren. En dan als iedereen weet wat hij gaat doen en dan nog doen wat hij deed, dat is toch redelijk fenomenaal, ja. Vorig jaar was het eigenlijk nog een beetje een verrassing. Nu was iedereen geviseerd op hem dat hij op Lange Doet iets zou gaan doen. Maar niemand had gewoon antwoord, hè? Ja, vorig jaar was het niet een totale verrassing, maar toch, het moet altijd gereden worden. Hè. Als je toen zag dat die mannen nog rondreden achter hem op 7 seconden kwamen. Maar nu, Pidcock komt door zijn wiel. Hij werkt hem gewoon. Ja, maar ook als je ziet, achter hem komen ze nog bij elkaar. Die zijn allemaal eigenlijk aan elkaar gewaagd. Ja, hij steekt er gewoon met kop en schouders bovenuit. Ja, het is natuurlijk in onze plaats als ploeg heel leuk om dat te zien natuurlijk. Maar ik moet wel een grote buiging maken voor de hele ploeg. Als we naar het hele seizoen gaan kijken, 6 renners die er echt bovenuit steken. Ja, ik heb dit nog nooit gezien in het wielrennen, tot er zo'n groot verschil is. Ja, ik denk dat het net mooi maakt. Hè? Dat de renners met open vizier koersen van ver, net als weer, heel ver van de aankomst. En ik denk dat het publiek dat wel smelt, ja. Ik denk dat jij je nu gaat verheugen op de Italiaanse keuken, hè? Vanavond misschien niet, maar vanaf 4 mei wel. Sorry.